Friedrich Wilhelm Raiffeisen, zoals u hem daar ziet, was eigenlijk iemand die als burgemeester in het Westerwald in Duitsland na de hongerwinter van 1846 de mensen eigenlijk overtuigd heeft om van liefdadigheid naar zelfredzaamheid over te gaan. En op die manier een coöperatieve beweging is gestart. Dus ja, een wereldwijde beweging van een denker die heel klein begonnen is en op vandaag heel groot geworden is. Vandaag hebben we eigenlijk in het kader van de 200ste verjaardag van de geboorte van Raiffeisen een activiteit opgezet hier in België. Vandaag, dat is ons koop-event, dat is de Max. Daar hebben we lang naar toegeleefd en hier zijn ook heel veel mensen. Dat vinden we super fijn om te doen. Hier in ons Raiffeisen gebouw en in de omgeving hebben we een aantal workshops. Workshops die de bedoeling hebben om mensen die al ervaren zijn met coöperaties toch de kans te geven om gedachten te wisselen. Mensen die zelf academisch of in het bedrijfsleven bezig zijn met coöperaties. En ook om mensen die het nog niet zo goed kennen te leren proeven ervan. En het is de bedoeling dat aan het einde van deze middag mensen overtuigd zijn dat coöperaties inspirerend en modern zijn. Wie de? Ga je gang. Even opstaan. Podium creëren. De wind waait. De zon schijnt. Van wie is de zon? Er zijn een 15-tal workshops en mensen kunnen dus roteren en hebben keuzes kunnen maken in functie van hun achtergrond en hun interessesfeer. Dus het is de bedoeling dat het heel interactief is. En in ons forum hier beneden hebben we een marktje waar je allerlei coöperatieve ideeën kunt opdoen. Ik ben Michiel van Thuisverpleging Meerdaal. We zijn eigenlijk een coöperatie sinds iets meer dan 5 jaar ondertussen. Dus we zijn een coöperatie van zelfstandige thuisverpleegkundigen. Ik ben betrokken bij meerdere coöperaties en 2Perimoom is er één van. Dat is eigenlijk een coöperatie die stevige verandertrajecten bij organisaties aanpakt. Zo hebben we bijvoorbeeld Oxfam Wereldwinkels vorig jaar heel intensief begeleid naar een nieuwe strategie. Cera is zelf een coöperatie. Cera is 125 jaar oud, ondertussen heel wat geschiedenis, heel wat ervaring. Het is dankzij die ervaring van Cera ook die we ter beschikking kunnen stellen. Van startende coöperaties, 3/4 van de begeleidingen die we doen zijn trouwens startende coöperaties. We zijn eigenlijk in contact gekomen, ik denk iets meer dan 5-6 jaar geleden met Cera, toen we eigenlijk op zoek waren naar een juridische achtergrond en iedereen wist van oké, een coöperatie dat is het model dat wij nodig hebben om eigenlijk onze thuisverplegingspraktijk verder uit te bouwen. Zij geven inhoudelijk advies, juridisch advies, bijvoorbeeld bij de oprichting van een coöperatie. Organiseert je uw bestuur zodanig dat het democratisch is? Allemaal dingen waar we superveel geleerd hebben van Co-Bureau en dus van Cera. Et pour moi, c'était une certaine complémentarité entre nous et les sociétés de téléphonie. Dans le cadre des recherches qu'on mène à l'université, on a collaboré avec BRS depuis très longtemps. Et bien cet après-midi, on a eu l'occasion d'avoir 3 partenaires de BRS qui viennent du Sud, du Togo, du Burkina et du Rwanda. C'est une occasion de les réunir ici dans le Nord pour discuter entre elles de leur vécu, de leurs expériences et d'échanger un peu dans la manière non seulement dont elles fonctionnent chacune dans leur pays, mais aussi dans la manière dont elles peuvent s'articuler avec les organisations partenaires au Nord. Het individualisme is zo toegenomen. De me-economy is zo belangrijk geworden. De babyboomers hebben dat gepromoot. We zien nu stilaan toch dat mensen terug een beetje afkeer hebben daarvan. En terug naar we-economy. Meer duurzaam, circulair, coöperatief. Vandaar ook dat wij zowel zelf investeren als investeren in andere coöperaties en nieuwe coöperaties proberen op te starten. Ik vind het wel belangrijk als Etion om hier vandaag aanwezig te zijn. Omdat coöperatief ondernemerschap heel nauw aansluit bij het participatieve bedrijfsmodellen. En wij zijn daar een zeer grote promotor van. Bedrijven zouden kunnen 100% eigendom zijn van werknemers of van medewerkers. Maar in de meeste bedrijven is het net het omgekeerde. En wij denken dat bedrijven moeten een beetje meer evolueren in de richting van dat coöperatieve. En voor ons is dat dan uiteraard participatief ondernemen. Cera heeft als doel om coöperatief ondernemen te ondersteunen en te stimuleren. We hebben een onderzoekscentrum samen met de universiteit hier in Leuven en in Luik. Ik ga u presenteren verschillende
type de catégorisation? Eh bien, le partenariat avec Sera a permis de créer une chaire entrepreneuriat coopératif et social à l'Université de Liège, ce qui nous permet aussi de donner des formations, de mener des projets de recherche et aussi d'avoir des services à la communauté autour du monde coopératif. Bij KU Leuven is de samenwerking met Sera echt belangrijk. In oktober 2016 is een kenniscentrum voor coöperatief ondernemen opgericht. Dit is een leer- en onderzoekscentrum die dienstverlening aan coöperaties doet. Dus een bijeenkomst gelijk Sera vandaag heeft georganiseerd is echt wel een meerwaarde voor een coöperatie. Heel inspirerend, je krijgt kaders aangereikt om verder je coöperatie uit te werken, te versterken. We zijn er wel dagelijks mee bezig, maar af en toe hebben we toch nog zoiets extra nodig om ervoor te zorgen dat eigenlijk alle neus in dezelfde richting staan. Wat ik er vooral uit meeneem is dat het... je krijgt echt het gevoel en de ervaring dat je tot een groter geheel behoort.